Hallo, hier Link 2155, vandaag een nieuwe aflevering met Dark Siders 3. Het heeft eventjes weer even mogen duren. Ik was afgedwaald met andere games. En dat heeft dus met deze eventjes geduurd voordat we weer op gang kwamen. Wat heb ik in die tussentijd gedaan? Ik heb eventjes een lichte boodschap gedaan. Ik heb even Fury, even al haar materie laten gebruiken. Die is nu, al die kristals die ik had, die zijn helemaal leeg. Die heb ik maar eens even flink laten plunderen. En ja, daar kon ik me dus wel behoorlijk mee opvoeren. Om maar even rustig uit te trekken. Ik moet even jou hebben, Virgil. What would you ask of this humble man? Laat me even je holen zien. Take your time. We hebben dit gebied van hebben wij dus nou helemaal klaar. Dat doen we niks mee. We kunnen er wel even doorheen lopen om nog meer van die shieldjes op te halen en te doen. Nou, vind ik een beetje eigenlijk een beetje een onnodige tijdverspilling. Dus wij gaan op zoek naar onze laatste. Een van de laatste sins die we dus even gaan ophalen. We laten onze grote vriend, die laten we daar nog even lekker hameren. Die is ook bijna klaar met wat hij moet doen. Dus ja, nou, kom ik weer bij je terug. En dan moet ik naar de plaats van bestemming. Please take your time. En ja, wij gaan natuurlijk naar de North End. Daar is nog iemand die wij die ons eigenlijk een beetje lichtelijk uitgedaagd heeft, om maar zo te zeggen. Dat is onze vriendelijke Dark Angel. De Light Angel eigenlijk, want ze gaf nog aardig wat licht. Wat nou hier? Nee, ik zit op de verkeerde afdeling. What would you ask of this? Please take your time. Hier moest ik zijn. Ik moest bij de South End wezen. Niet bij de North End, maar bij de South End. Dat is ook weer zoiets natuurlijk, hè. Als het goed is, kunnen we nou een uitnodiging, kunnen we nou wel hey, hallo. Wie ben jij daar? Ik ken jou daar maar niet eens. Wat is even. Je bent niet zo heel boeiend dan meer. Je kunt hier gewoon naar beneden springen. Maar dat kun je zoals gewoon, dan kun je natuurlijk weer nergens terug. Dat je van mij ging verliezen natuurlijk. Dat had je kunnen weten. Goed, dan gaan we nog even een ander dingetje even nog even ophalen. Als we nou toch helemaal daar heen wandelen zijn. Hop, aan de kant. En dat heeft verder niks te bieden. Deze.
Ja, als het goed is, is zij de laatste. Voor nu. Oh, Angel. Confidence suits you. When earned, yes. You are proud. See, I never understood why pride was considered a deadly sin. The power you feel now after having completed an arduous task, isn't it empowering? You've shown great promise, done exceptional work. Don't you deserve something for it? Perhaps, but not from you. Before you make a tragic mistake, I'd like to make you an offer. You've seen the world. You've seen the state it's in. You're smart enough to know that someone somewhere has lied to you. There is no plan. There is no balance. It's all lies. But imagine if it were true. Imagine if you and I truly set out to give the world direction, order. Isn't that your true purpose? We could be the force for balance the world deserves. We could be greatness. At one time, that speech might have worked on me, but that was when I did not understand how ugly pride could be. Thank you for your generous offer, but if this world is to be fixed, neither of us will be the ones to do it. Who do you think you are? You are better than me! Wat er nog niet aan verdampt, hè? Wat gaan we doen? Oh, rustig! Dan heb ik mijn haar vastgevonden en ik heb er bereikt.
You are to try and best me. Did you speak to the Lord of the Hollows? He knew. He too was proud. Tell me about the Council. Your so-called masters are infected with pride. They serve no balance. Who do you think released the Seven from our prison? What purpose do we serve without humanity to corrupt? Tell me my words do not ring true. You cannot deny the pride that still resides within you, can you? Enough empty flattery! Tell me everything. You already know everything, mistress. The great irony here is that for once, your enemy is right. You should feel pride, but you do not. You only feel fear. Fear that you came this close to greatness, only to fall! See? Your council betrays you. Watcher? Always so pretty. I used to be so jealous of you, sister. Envy! No! The Charred Council set you up. They want us all dead. All Seven Sins and the Horsemen. No! Oh, but I knew better. Jealousy, man. Jealousy. I took the form of a trusted servant, and you, Horseman, became both my sword and my shield. With the other sins out of the way, I will destroy the Charred Council once and for all. Only then will the Earth finally be mine. Pride goeth before the fall. A bit on the nose, but the message is clear. Drie dagen later en 24 uur, mevrouw had een headache. You snore. Maybe it's a broken nose.
Well, looks like you've been busy. Doing what, I have no idea, other than getting your ass handed to you. Who are you, human? To speak to me like this? Oh, I'm just another refugee. Like you. But I'm not strong enough to defend the balance. That's your purpose. I have learned that I am weak. Well, maybe now you finally understand how all humans feel. Pulled into a war they never asked for. Left to their own devices against forces they cannot possibly understand or effectively fight. All of humanity has been betrayed. And yet, they still fight on. What about you? I strayed from the path. I have been jealous. I have been wrathful. I have been lazy. Worse and more. All the things the seven sins stand for, and I have paid dearly for it. So in other words, you have lived. Yes. Good then. You're finally alive. And with life, there is always hope. Hope? I was humbled in my battle with Envy. No doubt she's on her way to destroy the Charred Council, even as we speak. And I remain stranded on Earth. So when you speak of hope, human, I cannot concur. All hope is lost. No. Haven is built on hope. Come, speak to Ulthane. You'll see. Hallo zijn. De juiste zee. Why did they help me? That's kind of what humans do. And the fact that you sent more than a few survivors our way didn't hurt. All for naught. We didn't pull you from the rubble to quit now. Envy holds the power of the Seven. Your betrayal can be seen on your face. Left for dead like some useless discarded thing, but it is not over. Here, take it. A gift from the Lord of Hollows. Deserves to be in stronger hands than mine. You know not what you offer, horseman. You cannot be serious. It's important. Clearly, I'm not worthy. Don't you want it? This was not meant for me. The Lord of Hollows knew whom he was choosing. His faith will not be questioned. Not by me, anyway. What? This milestone should be acknowledged. If you won't do it, I'll do so for you. A reflecting pool? Aye, with a few adjustments. But it's only meant for you. Will only take you to your heart's desire. I desire only to finish what the Council began. Find your resolve, horseman. It's all you have now. And it is what you need if you're to stop Envy and unseat your former masters. Mm.
Maar dat is voor de volgende keer in Darksiders 3. Goed. Ja, nou, we laten het voor vandaag er weer bij zitten. We hebben dus... oh, ander knapje. We hebben dus... nou, we zijn er dus achter gekomen wie de Watcher dus daadwerkelijk was. De Watcher was gewoon een bedriester van... met de naam Envy. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat we tegengekomen zijn. De man in een gouden pakje met die grote gele zwaard die de engelen een beetje zat te beduvelen. Ik ben even zijn naam helemaal kwijt. Mocht iemand dat weten, zet het in de beschrijving. Weet ik hem weer. Ja, ik hoop dat ik jullie heb kunnen laten vermaken weer met Darksiders 3. Zo ja, dat zou vriendelijk willen vragen om aan het einde van het filmpje even rechtsbovenin natuurlijk aan te klikken. Dan kun je eventueel abonneren op mijn kanaal. En dan hoef je natuurlijk geen filmpjes meer van mij te missen die ik allemaal maak natuurlijk. Zowel Darksiders 3 als alle andere. Laat eventueel nog wat leuks achter bij de beschrijving achter. En zeker 100% antwoord krijg je terug. En ja. Dan was dit het weer. Link 2155 gaat afsluiten. En tot de volgende keer. In de volgende aflevering van Darksiders 3.